Yo, mensen van het goede leven, ben ik weer. Zoals jullie weten is het vandaag 30 december. Morgen is het 31 december en dan begint het nieuwe jaar. Zoals de meesten inderdaad al weten, ga ik mij eigen scheren voor het goede doel. Ik heb bijna $900 opgehaald voor het goede doel. En daarom gaat deze bad boy eraf. Dus eenmalig, maar dan weten jullie het alvast. Dus, ik zal dit als één filmpje doen. Dus simpel gezegd zal dit het introductiefilmpje worden waar ik in vertel waarom ik het dus scheer, zoals ik verteld heb, voor het goede doel. En mensen hebben geld gedoneerd omdat ze mijn blote billen gezicht wel eens willen zien. Het is eenmalig, want daarna nooit meer, want oh mijn god. Maar in ieder geval, beloofd is beloofd, belofte maakt schuld en dat betekent dat ik geen verwijten wil, dus ik mijn eigen ook wel degelijk zal scheren. Niet met een scheermes, gewoon op nul met een scheerapparaat. Dus ik ben benieuwd. Dus ik wil jullie allemaal het allerbeste toewensen en ik ga documenteren hoe ik mijn oud en nieuw ga spenderen. En de dag daarna, mits ik geen kater heb, gaan we scheren. Dus beginnen we het nieuwe jaar echt oprecht, zonder baard, nieuwe ronden. Zo, blah. Nieuwe ronden, nieuwe kansen. Moeilijk hè, Nederlands. Dus het beste iedereen en de update volgt. Later. Yo mensen van het goede leven, zijn we weer. Het is vandaag 1 januari en dat betekent tijd om te scheren. Oh mijn god, het is nou 9 uur 's morgens. Oh yo, het is 7:15 's morgens. Het is nog super vroeg. Dus ja, ik ga vandaag mijn bureau in elkaar zetten. Want deze hoek kan natuurlijk niet. En als iedereen weer fit en helemaal fris is en helemaal ready om de dag weer te knallen, dan zullen we de camera's weg gaan zetten. En dan zal ik er een hele mooie vlecht in leggen. En dan gaan we die mooi afknippen. En dan kan die ook weer gedoneerd worden aan het goede doel. En dan beginnen wij het jaar met een verse nieuwe start. Eventjes snel. Voor iedereen hier in Nederland die denkt dat ik hier episch aan het overleven ben in Mexico. Tuurlijk, het is altijd een vakantiegevoel. Tuurlijk, je moet gewoon werken. Maar maat. Dan word je wakker. Gisteren was het al nat. Nou, heel de dag is het al aan het regenen. Nou, nacht, want de dag is net begonnen. Dus ja, ik zit natuurlijk nog steeds of ik sta, of ik loop in mijn t-shirt. Maar zoals jullie kunnen zien, word je daar niet vrolijk van. Nat, 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 regen, 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 regen. Dus ja, wij hebben geen haast vandaag. Alles op het gemakje aan. Ik ga nou een bakje koffie drinken. Beetje wakker worden. En dan gaan we ervoor zorgen dat we er weer een leuke dag van kunnen maken. Dus voor iedereen, een fijn 2020. En de update over heel het baardavontuur volgt zo meteen weer. Later! En nou komt natuurlijk het dramatische gedeelte. Maar ja. Dus ja. We zullen zien. Kita dan? Kita dan? Oh jee. Incredibel hè? Oye, chifladitos. Oké. Okay. Puedes ver? En tú puedes ver atrás en otro. ¿Puedes ver? Sí, se puede cortar eso, ¿verdad? Okay. ¿Sí, no? Sí. Ok. Perfecto. Ok. Le corto desde aquí, desde donde termina, ¿no? Sí, o algo así, ¿no? Lo más largo que se pueda, ¿no? Oh, no corto mi bobilla, por favor.
Yeah, buddy. Así es. Woep woep. Necesito poner una liga aquí. Ahorita te busco una liga. Ja, yeah, buddy. Dan gaan we weer. That's it. Zo, nou gaan we mijn haar in een staart doen of in een ui, hè, cebolla. Wij zeggen een knotje. Of ja, eigenlijk zeggen we ook gewoon ui, dus slaap ik uit mijn nergens. Maar ja. Dan gaan we er een knot in leggen, zodat we mijn haar niet afknippen. En dan gaan we heel fancy dus inderdaad verder met deel 2, het afscheren of het trimmen van de hele baard. Dus dat wordt weer een heel avontuur. Hè? En zoals beloofd, 2020, 1 januari, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En nou kunnen we niet meer terug. Hè? Want we hebben hem al afgeknipt, dus ja. Daar gaan we. Oké, primero, quito las patillas y te dejo. Hij komt natuurlijk, jij, ze stuurt voor me de achterhoor. Oké. Tja. Nunca he cortado una barba así. Creo que mucha gente no cortó una barba así. ¿Pero vas a empezar, no? Creo que literalmente pasé como hace como 10 años o más. Quinto. ¿Tenemos? Sí, una parte sí, una parte no. Todo es hermoso en ti, cariño. Quiero hacer un nuevo estilo. Espera. Puedo dejarte este estilo también. Vamos a probar. Es que pareces un vikingo, más vikingo. Ahora sí, mira. Va, wait. Se me tuvo. Ay, qué frío. Joder, si te teis. ¿Volteas a mí? Qué guapo. Pero espera. No sé cómo hacerle esto. Quiero varias fotos, está así. A ver, quiero ponle, pues stop. Ok. Necesitamos corta luz. Pausa. Necesitamos más luz. Ya, me gusta esta luz.
Daar gaan we weer. Eso es lo más miedo. Corta mi bigote. Pero volver a crecer. ¿Lo cortas acá? ¿Así mismo? Solo corta, ¿no? Eso podría dejarte ese estilo. Es que, espera, me agarro sin atrever. Ponte cabeza de frente así. Eso puede ser un estilo, pero, ¿me tomo esta foto? Vamos a quitar esto. Podría dejarte ese estilo. Chéquela. Sí, pero es un poco largo ahora, ¿no? ¡Qué gentleman! ¡Damn! ¡Qué hermoso te ves, amor! A ver, te meto en... Sí. Te ves un guapo, te ves un guapo con bigote, nada más. Qué hermosa te carita. Ay, falta todavía la 0, ¿eh? Esta es la 0, es la punto 5. O sea, no, este termina la 0. Bien. Pues a 9, casi listo. ¿Cómo Hitler? Vamos a cantar también. Sí, lo quiero hacer, pero... No te rías porque no vamos a salir. Sí, todas las rodillas son un poco ni cortas. ¿Qué es eso? Okay. Listo. Thank you.
Espera. Guapísimo. Au. Ok. Eso no es... ¿Te pellizco? Sí, le... Como jala. Eso es más filoso. Mucho pelos. Oh, sorry. Pones... Yo cancel eso. Qué oso. Blech. Eres un bebé, mi bebé. Qué hermosa carita. Todo eso escondido se fue tu hermosa carita. ¿En serio? Curo, te voy a trasquilar la cola. Te pasé la cola por enfrente de tu cara. Qué hermoso, mi vida.
Listo. Listo. Oh damn. Voor jou is kon die pol. Tres mensen. Guy. Damn. Me siento como 6 años otra vez. Qué hermoso, oh my god, damn. Otra persona. Sí. Yo, mensen van het goede leven, dag 1 zonder baard. Hoe voel ik me? Best wel triest, maar ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik vind het verschrikkelijk om in de spiegel te kijken op het moment. Iedere keer als ik denk, wie de fuck is dat, maat? Maar ja. Dus vandaag weer een normale werkdag. Het is 2 januari vandaag. En we gaan weer terug naar een normale routine. Alleen dan zonder... baard. Ik heb het alleen laten liggen voor dit. Nou ga ik het opruimen. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Deze bad boy, maat. Tja, dus voor iedereen fijne dag en update volgt weer.